Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kalle Wolters en vandaag gaan we het hebben over de heropening van de sportscholen 19 mei. Als het goed is, dan wil ik altijd nog een aantal advies meegeven en wat je moet doen. Dus let vooral op het sporten zelf, voeding, stress en slaap. Dat zijn de vier belangrijkste dingen en dan de juiste combinatie. En dus alle vijf gaan we jou mee helpen. Zoals ik in de intro net al aangaf, hebben we vier punten vandaag. Nou, punt 1 is dus het sporten. Misschien heb je in de coronatijd, wat al heel lang duurde, wel gewoon door kunnen doen. Dus door haltes, wat je hebt kunnen aanschaffen, misschien hardlopen, gewoon lopen. Dat je wel had iets kunnen doen. Maar als je weer straks aan de sportschool gaat en je gaat weer vol aan de gewicht hangen en je probeert de 80 of 100 kilo weg te duwen, ja, is gewoon bijna niet realistisch. Ja, dus probeer wel weer vanaf een lager gewicht te beginnen en vanuit daaruit op te bouwen. Wat ook zo is, ga niet zomaar schematjes overnemen vanaf internet, wat je dus klakkeloos kunt overnemen, dat is gewoon niet zo. Ja, dus iedereen zijn eigen oefeningen en degene ligt dat beter als bij de ander. Ja, dus niet zomaar overnemen wat op internet staat of wat dan ook. Wat er ook bij belangrijk is, dat je dan blessures voorkomt als het goed is. Ja, dus als je te hard van stapel gaat lopen in het begin, te veel gewicht wil verplaatsen, kan zijn dat je een schouderblessure krijgt, bijvoorbeeld met bankdrukken of weer van je polsen. Moet je gewoon niet hebben, dus bouw het rustig op en dan ga je het ook langer volhouden. Dan is het op lange termijn en dat is wat we graag willen hebben. Goedemorgen vanaf Texel. We zijn een weekendje weg met de familie. En ook op een weekendje weg op Texel gaan we ook gewoon een stukje beweging. We krijgen natuurlijk ook voldoende op het strand. Maar ja, fietsen door de bossen op het strand. Dat is natuurlijk ook super mooi om daar de dag mee te beginnen. Het is gewoon goed, ontzettend goed voor je. De ontspanning en juist die beweging te krijgen. Om die stress weg te nemen. Vanochtend lekker op de fiets, op de mountainbike, door de duinen. En van nu lekker met het gezin, met de hond, op het strand. Lekker stukje lopen, hoofd leeg maken. Met de wind door de haren. Lekker. Punt 3. Voeding. Iedereen weet dat dat super belangrijk is. In mijn vierde video op mijn YouTube kanaal heb ik het vooral over macronutriënten gehad. En als je dan nog niet weet wat het is, dan raak je zeker aan om dat eerst te gaan kijken. Ook is belangrijk dat je weet wat je wil. Daarop kun je een doelstelling neerzetten en daarop kun je zien als je vooruitgang boekt. Punt 4. Slaap. Slaap wordt ook zeker onderschat bij de meeste mensen en dat wordt ook zeker in het plaatje om juiste vooruitgang te boeken. Klaar voor de zomer leg ik het nog even haarfijn uit. Zo zijn we bij het laatste punt aangekomen, punt 5. Dat is eigenlijk alles in één. Ja, dus punt 1, het kracht. Juist schemaatje maken voor jezelf in het begin. 2 is dus ontspanning en stress wegnemen. Dus door stukken beweging bij de sportschool of door te gaan lopen 's ochtends. 8000 stappen doel te gaan behalen op je telefoon, op je smartwatch. 3, een stukje voeding natuurlijk. En 4, het slapen, het rust. 8 uur slaap ben je gewoon nodig op een dag. En als je dat allemaal goed op een rijtje hebt, ben ik zeker dat je vordering gaat boeken. Dus al die 4 stappen, nou, als je dat onder controle hebt, ben ik zeker dat je vooruitgang gaat boeken. Het waren alle 4 stappen en de 5e, dus het gehele plaatje, moet je gewoon hebben. En dan ben ik zeker dat je het doel gaat halen voor dit jaar nog. Dit was alweer het einde van deze video. Hopelijk heb je er wat aan en kun je het 19 mei allemaal toepassen. Vergeet ook af en toe zeker niet gek te doen. En dan zou ik zeker zeggen, delen, liken en abonneren. En tot de volgende keer.